gaat dat interview? Oh, het wijkgezondheidscentrum. Ja, kom maar eventjes binnen. En de fotograaf. En voor welke les is dat? Ja, dat is voor een atelier, voor een ICT. ICT, ja. Wil jij wel vragen voorbereiden? Ja, waarschijnlijk voor mij. Jullie mogen die stellen. Wat doen jullie allemaal? Het wijkgezondheidscentrum is eigenlijk een huisartsenpraktijk, maar waar dat er meer werken dan alleen maar huisartsen. Hier werken ook verpleegkundigen. Er werkt hier een maatschappelijk werker. Hallo. Dat is Veerlijk. Er werkt hier ook een gezondheidspromotor. Er werken mensen aan het onthaal. Aan het onthaal werken ook vrijwilligers. En dat zal voorlopig zo'n beetje alles zijn wat we hier in huis hebben. En we proberen zo goed mogelijk samen te werken, zodat we onze patiënten op die manier heel goed kunnen helpen. Wat doen jullie eigenlijk allemaal? De mensen die ziek zijn, die kunnen bij ons op consultatie komen. Die kunnen dan door een dokter hier gezien worden. En dan zal die dokter hen onderzoeken, in de oren kijken, een keer naar de ademhaling luisteren. Als er mensen zijn die bijvoorbeeld een bloedafname nodig hebben, de dokter heeft beslist van uw bloed zou een keer moeten gecontroleerd worden, dan kunnen ze bij de verpleegkundige langskomen. Als er mensen zijn die problemen hebben, bijvoorbeeld voor facturen te betalen of die grote zorgen hebben over problemen met de kinderen of met hun ouders of zo, dan kunnen zij langskomen bij de maatschappelijk werker die dan een keer gaat luisteren naar hun verhaal en die hun dan gaat proberen helpen of zeggen van ga nu naar daar en daar gaan ze u goed kunnen helpen, zodat de mensen begrijpen dat ze er niet alleen voor staan, maar dat ze wel met hun problemen ergens terecht kunnen. Zou ik hier iets kunnen voortdoen voor de camera? Ja, wat zou je willen dat ik eens voortdoen? Dat zou je er veel doen. Dat wij hier veel doen. U mag meekomen naar hiernaast, hoor. Mag dat hier goed? Ja, je mag hier komen opleggen en je mag je trui uitdoen. Je t-shirt mag je aanhouden. Ik ga ook mijn hand zo daar. Dus zijn wij heel koud geweest. Ja. Ik weet het, ik herken jullie jou nog. En, ja, maar jullie zijn waarschijnlijk allemaal geweest. Ja. Maar ja, herken ik nog. Lukt het? Ja. Je mag hier eens komen opzetten. Wat wij regelmatig doen bij de mensen die hier komen, is de bloeddruk controleren. En daarvoor hebben we een manchet. Dit noemt een manchet. En dat hebben we dan rond de arm. Dit is een dun armpje. Het gaat er heel gemakkelijk rond. Dit is een metertje. Dat we door op het pompje te duwen, ga je dat wijzertje straks zien naar omhoog gaan. En we laten dat stijgen tot ongeveer, bij hem ga ik dat laten stijgen tot rond de 160. En dan gaan we dat daarna... Voorzichtig gaan we de druk lossen. Dit gaat dan beginnen spannen. En dan daarna gaan we dat weer los doen. En zo op die manier kunnen we de bloeddruk meten. En dit is ook belangrijk. Dit is een stethoscoop. En daarmee ga ik luisteren naar de hartslag, is dat eigenlijk. Hier in de elleboog loopt er een grote ader. En daar ga ik de hartslag in voelen tijdens het nemen van de bloeddruk. Dus nu gaan we de meter, de manometer noemt dat, gaan we die opblazen. Doet het niet te veel pijn? Ja. En soms kan je dat wel een beetje voelen dat dat drukt. Hè? Ja. Dus nu is die goed gespannen en nu gaan we die loslaten. En nu ga ik luisteren. Voilà, zijn bloeddruk is 11 op 7. En dat is eigenlijk een perfecte bloeddruk. Die 11, dat hoor ik als het metertje hier op 11 is. Dat is 110, noemen we, zeggen we ook soms. Dan hoor ik hier het hartje in kloppen. En op het moment dat het stopt, allee, dat stopt niet met kloppen, maar ik hoor het niet meer. Dat was dan het moment dat het hier op 7 stond. En dat is dan de onderdruk. En zo zeggen we een bloeddruk van 11 op 7. We gaan dit weer losmaken.
Hebben jullie nog vragen voor mij? Nee, ik wel. Ja. Hoe lang werk jij al? Wel, ik werk al 17 jaar als verpleegkundige. Ik heb eerst vroeger altijd in het ziekenhuis gewerkt. Dan heb ik een paar jaar geleden in een ander wijkgezondheidscentrum gewerkt, in Ledenberg. En dit wijkgezondheidscentrum bestaat van 1 januari 2013. En sinds dan werk ik hier. Dus al een jaar? Ja, bijna 2 jaar. Ik heb hier eerst als verpleegkundige gewerkt en nu werkt er een andere verpleegkundige en werk ik als coördinator. Willen jullie graag eens rondkijken? Ja. In de verschillende lokalen. Goed, ik ook pas. Kom maar, ze. Dit is het onthaal. Hier, de mensen komen binnen langs hier. En dan melden ze zich hier van ik ben meneer De Bolle en ik kom voor dokter Joachim. En dan gaan die mensen aanduiden op de agenda van dokter Joachim dat meneer De Bolle hier is. En dan gaat dokter Joachim meneer De Bolle uit de wachtzaal komen halen. En gaat hij hem onderzoeken. Zo werkt dat hier. Ja. Ja, schitterend. Dus daarnet zijn we al binnen geweest in het bureau van de verpleegkundige. Dus daar gaan we niet meer binnen gaan. Dit is mijn bureau, daar zijn we ook al binnen geweest. Ik ga juist eens kijken. Ik denk dat er één van de dokters is die geen consultatie had. Katrien? Mogen die jongens hier eventjes een kijkje nemen? Ja, ze maken een filmpje. Dat is de pers. Ja, het is de pers. Dat is het dokterslokaal van dokter Katrien. Hallo. Dokter Katrien. Goedendag. Willen jullie haar ook een vraag stellen? Hoe lang werk jij al? Ik werk hier bijna 2 jaar. Ook van als we opgestart zijn, van 1 januari 2013. Voilà. Ik heb daarnet al een beetje uitgelegd. Ah ja, ik heb al wat uitgelegd. En wie zijn jullie? Ik ben Jean, ik ben Colin. En Marie. Ah, hallo. En jullie wonen hier in de buurt of zo? Ja, daar is het met de school hier gaan. Ah, zo. En jullie moesten een filmpje maken voor ICT, hè? Ja, voor ICT. Hmm. Allee, het is ook dat het goed lukt, hè? Ja. Succes nog. Voilà. Dank u wel. En hier is een speciaal restlokaaltje waar wij eten, 's middags. En we hebben hier ook een... Ja. Hier was de quiz. Hier was de quiz de vorige keer, inderdaad. Dat klopt. Het is een beetje koud hier nu. Ja. Voilà. Hebben jullie anders nog vragen of iets dat je wilt graag zien? Of, Nee. Nou, dat was het een beetje. Dat was het? Ja. Dit is het gezondheidscentrum.